Yo, 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 welkom bij Stoffelvlogs. Kijk, ik heb post gekregen. Goed hè? Normaal krijg ik nooit post, alleen maar reclame. Of ik krijg alleen maar rekeningen. Dus ik ga even de post met jullie doornemen. Misschien is het wel fanmail. Kijk, zou best kunnen hè? Zit heel goed ingepakt, kijk. Zit heel goed dicht met plakband. Nou, de belangrijke post ga ik ook wat doornemen. Maar wat privé is, is privé. Dus dat blijft ook privé. Dat gaat hier niks aan. Dus wij gaan het even openmaken. Het is een brief van de UWV. De meeste mensen kennen het wel, dus ja. Even kijken, wat schrijven die lui? Nou, in september 2017 van ons een brief voor een folder gekregen met uitleg over blablabla. Participatie werd in folder verteld, dat we opnieuw gaan kijken naar de situatie van iedereen met een... Oh ja, kijk. Dat is wel belangrijk. Dit mogen jullie wel weten. Jullie mogen dit wel weten. Kijk, er staat in september 2014 heeft u van ons een brief en een folder gekregen met uitleg over de participatiewet. In de folder hebben wij u verteld dat we opnieuw gaan kijken naar de situatie van iedereen met een WAJONG-uitkering. Hé, dat is heel belangrijk voor mij, want dat betekent dat ik nog meer mijn best moet doen met mijn video's. Dus wat betekent dat voor mij? Dat ik extra mijn best moet doen om geld te gaan verdienen met YouTube. Want dat is heel belangrijk, want anders heb je geen geld. Dan krijg ik straks ook geen uitkering meer. En dan sta je straks op straat en dat wil je natuurlijk ook niet. Dus des te meer reden om betere en goede vlogs te maken. Dus ja, belangrijk. En wat zegt ze dan nog meer? Kijk, er staat hier ook: wanneer beoordelen wij uw situatie? En dan staat er het volgende: wij beoordelen de situatie van alle mensen die voor 2010. Hey, 2010, dat is bijna 1, 2, 3, 4, bijna 5 jaar geleden. What the fuck? Slang, hè? Slang. Aangevraagd en nu een volledige WAJONG-uitkering ontvangen. U behoort tot deze groep. De beoordelingen vinden plaats tussen 2015 en 2018. Zodra wij uw persoonlijke situatie hebben beoordeeld, krijgt u daarover een brief. En dan staat er hier: volg onze planning op uwv.nl. Misschien wilt u weten wanneer u deze brief van ons krijgt. Op uwv.nl houden we een planning bij. Hierop kunt u zien in welke periode u de brief ontvangt. Wij maken de planning op basis van de uitkering die u heeft in uw geval. Die u heeft. In uw geval, oude waaien en uw leeftijd. Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl/vragenwaaien onder het kopje. Wanneer krijg ik bericht over mijn persoonlijke situatie? En dan staat hier: heeft u nog vragen? Misschien heeft u nog vragen over de planning of over andere zaken. U kunt ons bellen op telefoonnummer bla 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 bla. Met vriendelijke groet Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Jan Jurgen Huizing, Team Wajong. Nou, belachelijk! Wat een
Dat is toch belachelijk? Slaat toch helemaal nergens op? Belachelijk, man! Wat nou beoordeling? Ik ben toch geschikt om een uitwering te krijgen? Ja, natuurlijk, je wil het niet, maar ja, je hebt geen keus, weet je. Belachelijk, man. Straks geven ze gewoon geen geld. En dan sta je bijna op straat, man. Belachelijk, dan kan je zelf niet meer in je eigen huis gaan wonen. Nou, belachelijk, man. Kut, UWV. Nou ja, niks aan te doen. Ja, wat doe je eraan? Ja, extra je best doen, jongen, om goede vlogs te maken. En om kijkers te krijgen. Dat mensen duimpjes omhoog gaan doen. En om views te krijgen, jongen. Dus ja, je weet wat je te doen staat. Jongen, succes. En dan check je later. Gegroet. Uitkerings. Kut uitkerings. Trekkers. Ik was nog iets vergeten. Ik had nog meer post. Ik heb deze brief of deze envelop heb ik nog niet opengemaakt. Dat ga ik nu even doen. Ik weet niet of ik het kan zien. Ja, bij. Ik probeer het even open te maken. Tada, 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 tada. Wauw! Moet je kijken. Mooie kaart, man. Van wie zal het zijn? Hey, weet je wat erop staat? Er staat: ik steun Serious Request. 3FM Request. Nou, voorlopig steun ik even helemaal niks. Kut, 3FM. Wat steunen? Rot op, maar met je serious request. Oh, wat zit ik allemaal te lullen? Dan denk ik, hé, mooi kaartje. Het is gewoon van mijn kutwerk. Het is gewoon van die kutfietsdepot. Ja, dat ga ik niet eens lezen ook. Ik weet toch al wat erin staat. Dag. Ik ga daar toch niet heen. Maar misschien wel, misschien wel. Weet ik nog niet. Ze hebben me uitgenodigd. Nou, ik kan het wel voorlezen. Kijk, er staat hier. Ze hebben me uitgenodigd om het jaar feestelijk af te sluiten. Willen we op dinsdag 16 december. Hey, ik word gebeld. Goed hoor. Wacht even een kaartje lezen. Even mijn post lezen hoor. Even mijn post lezen. Ja, je hebt waarschijnlijk gisteren binnengekregen, maar heb ik het niet gezien. Ja, zaterdag heb ik waarschijnlijk binnengekregen, maar ik heb het waarschijnlijk niet gezien. Ik ben het even aan het opnemen. Nee, ik krijg ook heel veel reclame. Ja, mensen, ik krijg heel veel reclame. Ik moet een keer een ja-nee sticker aanvragen. Bij de gemeente. Maar ik zou voorlezen, er staat. Het is voor mijn werk. Nee, dat staat er niet. Ik heb ook een brief gekregen van UWV. Dat ze gaan kijken naar een nieuwe situatie voor je uitkering. Dus dan krijg ik waarschijnlijk geen uitkering meer. Ja, dat is tussen 2015 en 2018. Ja, dan moet ik maar miljonair worden, hè?
Dat is de enige optie, hè? Ja. Ja, zal leuk zijn. Jojojo, welkom bij New York Vlogs. Oké, ik ga voorlezen wat erin staat, anders duurt mijn vlog te lang. Om het jaar feestelijk af te sluiten, willen we op dinsdag 16 december met jullie dineren bij Turks restaurant Meram. Wat een rare naam, man. Hier worden we om 5:30 verwacht. Bla bla bla, Slotermeerlaan, bla bla bla. Nou, dan staat er hier nog een heel verhaal. Dat ga ik allemaal niet voorlezen, want het duurt veel te lang. En dat check ik jullie later. Jullie kunnen trouwens ook fanmail sturen. Marcello83 streepje in het midden, apenstaartje. Nee, Marcello83 streepje in het midden, 8 apenstaartje live.nl. Dus stuur het even. Zou ik heel leuk vinden. Jullie kunnen ook post sturen, maar ik weet niet of ik mijn adres zo moet geven. Dus daar denk ik nog over na. Want ik heb ook nog geen postbus. Als iemand die voor mij wil openen, een postbus, laat het, oh, Misschien. laat het maar even weten. Onderaan de reacties. En dan check ik jullie. Laters, gegroet postgenoten. Gegroet Pieter Post.